FC Groningen gaat serieus werk maken van vrouwenvoetbal bij de club. Valerie Overkamp is aangesteld om te onderzoeken wat daar allemaal voor nodig is. Al bij het begin van de aanstelling van algemeen directeur Wouter Gudde in 2019 sprak hij de wens uit voor een vrouwenafdeling. En die wens lijkt een stapje dichterbij te komen. Ook volgens Valerie wordt het tijd voor vrouwenvoetbal bij de FC. We hebben een heel groot achterland, een grote regio. Uh, nou ja, de rolmodellen uh, zijn er volgens mij genoeg vanuit het eerste elftal. Uh, grote voetballers die hier hebben gevoetbald, uh, maar nog geen vrouwen. Dus dat is onze droom om die uh, in de toekomst uh, ook bij FC Groningen te hebben spelen. Voordat het zover is, wordt eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. We zijn nu aan het inventariseren. Uh, ja, wat hebben we allemaal daarvoor nodig? Uh, hoe moet het eruit komen te zien? We hebben natuurlijk ontzettend veel vragen hoe uh, dat bij andere clubs gaat. Hoe zij dat hebben aangepakt. Dus ook vooral heel erg benieuwd hoe zij, uh, hoe zij dat op hun manier aangepakt uh, hebben. En uh, wij uiteindelijk de conclusie kunnen trekken wat bij FC Groningen past. Um, we hebben de stip aan de horizon gezet. Die is volgens mij duidelijk. Uiteindelijk een uh, eerste vrouwenelftal uh, in de eredivisie. Uh, maar de route die we daar naartoe gaan bewandelen. Uh, er zijn nog wel een aantal uitdagingen. Ja, die moeten vanuit het onderzoek duidelijk worden. Een eventuele komst van een vrouwenteam gaat het budget bij de mannen niet in de weg zitten. Het zal niet de kosten gaan uh, nou ja, vanuit de andere afdelingen die er zijn uh, binnen, uh, binnen FC Groningen. Het moet uh, echt een vrouwentak op zich worden. Uh, dus dat, dat in dat opzicht moet het hetzelfde zijn. Uh, maar blijft het daarin wel gescheiden van elkaar. Ook al begint het klein, de dromen zijn groot. Ja, het ultieme doel is natuurlijk gewoon eerst een eerste elftal hebben. En uiteindelijk gewoon uh, goede spelers, speelsters in het team hebben. Die uiteindelijk ook nationaal kunnen gaan spelen. En uh, nou ja, als je nog weer verder droomt, uiteindelijk uh, ook uh, de ambitie om uh, nou ja, mogelijk wel Champions League uh, te spelen. Maar dan zijn we wel heel ver uh, in de tijd. Um, maar ja, volgens mij moet je groot dromen daarin. Richting het nieuwe voetbalseizoen van 2022-2023 moet duidelijk zijn wat er allemaal nodig is om de vrouwentak daadwerkelijk op te richten.